Ik heb zelf ooit eens zo'n verlichtingsmoment ervaren. Wat ik voelde was dat ik tegelijkertijd oneindig groot werd en tegelijkertijd oneindig klein. En er was een gevoel van eenheid en een oneindige liefde voor ieder mens apart en voor de hele mensheid. En dan denk ik, ja, als je dan zo in een gevoel van liefde bent, dan kan ik me voorstellen dat je dan... Want jij zegt, ja, het is ook het kwaad enzovoort. Ja, het is totaliteit. Het was volgens mij toch eenheid, maar wel gepaard met liefde. Ja, dat is fantastisch, maar ik ontken die liefde ook niet. Nee. Maar liefde stelt geen voorwaarden. En liefde is niet lief. Liefde is niet lief, hè? Nee. Mm-hmm. Liefde is waarachtig, is echt. Ja. Love can kill. En wij zitten de hele tijd met die... Maar dat, ik wil één kant van het verhaal. Liefde. Ja, natuurlijk. Ja. Maar niet de hele tijd zoals in zo'n soort ervaring. Want dat is een piekervaring. Mm-hmm. En die laat iets zien, maar het is not reality. Jij zit niet voortdurend in zo'n... Nee, natuurlijk niet. Godzijdank niet. Nou, dat is eigenlijk iets waar ik wel naar op zoek. Ja, daarom ben ik ook blij dat je erover begint. En zo zijn er hele volkstammen die dus een eenheidservaring hebben, of whatever. En denken dat het dan de hele tijd zo moet zijn. Nee, zo werkt het niet. Het is gewoon even een uiting. Dus universele liefde kan zo'n ervaring zijn. Een exploderende kundalini kan zo'n ervaring zijn. Weet je, I've had them all. En een van de kenmerken van die ervaringen is ze komen en gaan. Daarom is het de realiteit niet. De realiteit is wat is. Snap je? Een hele volkstammen zijn hun hele leven op jacht naar een herhaling van die ervaring. Of het permanent maken van een ervaring. Of... keuren de rest van hun leven af, omdat het niet voldoet aan wat ze ooit een keer gevoeld of gezien hebben. That's a shame. Er is je gewoon even iets getoond. Bijvoorbeeld, of in antwoord op hebben van, dat is zo verschrikkelijk bevrijdend, dat kan ik je helemaal niet eens vertellen hoe dat is. Het is wel op een andere manier. Ja, omdat het bevrijdend is van al dit soort noties. Alle ideeën die ik had over wat verlichting is, zijn weg. Bijvoorbeeld dat het altijd leuk of lief is, of dat er wel of geen geweld zou kunnen gebeuren, of dat het ook maar iets met gezondheid te maken zou hebben. Al die ideeën zijn vernietigd, want het zijn allemaal ideeën van een afgescheiden figuur. Realiteit denkt niet zo. Je denkt sowieso niet, maar er is niks afgescheiden. Niks gezonder, ongezonder, langer leven wordt niet beter gevonden dan kort. Er is niet eens een notie van lang of kort, want er is alleen maar dit. Dus het is voor mij, ik snap het op een relatief niveau, dat mensen liever gezond, weet ik veel wat, doen. Maar vanuit de realiteit gezien slaat het gewoon helemaal nergens op. Het komt niet op. Gezond niet, ongezond niet, het is gewoon een non-issue. En het is allemaal een beetje gebaseerd op het idee van dat ik grijp kan hebben... op hoe dingen gaan. Het is het bekende liedje, als ik naar mijn zus dan... Dus de basis is angst. Als ik nou maar gezond leef, dan word ik niet ziek. Oh, je bent dus bang om ziek te zijn. Of je bent bang voor de dood. Als ik nou maar in tune ben, dan gebeurt me dit of dat niet. Of zal ik dat of dat niet doen? Nou, ben je misschien bang voor conflicten? Nou, I'm not. Ik ben er niet op uit, maar ik ben er ook niet bang van, want... strikt genomen, er is geen onderscheid, it's just totality happening. Dus die liefde, die is zo onvoorstelbaar, die heeft zo niets te maken met mijn sentimentele indruk daarvan van vroeger, is zo niet romantisch, omdat het totaal is. Liefde zegt niet, dit mag niet en dat mag wel. Het is vrij. Wow! Dat gaat er bij mijn ik-machine ging dat er niet in. Want liefde moest toch dit en dat en dat en dat betekenen. Maar hoe kan liefde of vrijheid nou moeten voldoen aan voorwaarden? Dan is het ingeperkt. Snap je? Een andere leven heel slecht. Oh, er is geen pijn op te trekken, maar het lijkt inderdaad zo. Wat jij dan waarschijnlijk beschrijft. Alsof er nog
Alsof je ook een beetje controle kunt hebben. Als ik allemaal een beetje gezond eet, ik eet niet zo gezond, maar dan... Ja, alsof je toch een klein beetje kunt controleren, lijkt het. Dat vind ik heel ingewikkeld. Heb je daar iets over te zeggen? Nee. Het is gewoon een kenmerk van als je denkt, en dat is dus nogmaals niemand schuld en ook geen verwijt, als je denkt dat je iemand bent, dat je dan probeert, ja, van alles probeert. Ik moet veiligheid en onderdak en tevreden hebben en liefst goed eten. En dat is allemaal heel begrijpelijk en ik heb daar ook verder niks tegen, alleen het heeft geen donder met de realiteit te maken. En in die zin heeft hij natuurlijk een punt als hij zegt van dat als dat zo uitgelegd kan worden, de meeste mensen die elkaar de hersens inslaan, doen dat niet vanuit een of andere verlicht perspectief. Maar omdat ze geloven dat Allah beter is dan Jezus of omgekeerd of dat er een vrije markt moet zijn of juist niet. En weet je wel, het zijn altijd, je ziet altijd gewoon opvattingen en we gaan voor slecht onderzochte ideetjes elkaar de hersens inslaan. Wat... It's amazing. Dus ik kan me nog steeds overigens het doden van iemand heel goed voorstellen, maar niet op basis van een geloofssysteem. Het is echt, iemand gelooft iets anders en dan, what the fuck? Hoe krijg je dat bij elkaar, weet je wel? Dat is echt, nee. Ik kan me nog voorstellen dat iemand die gelooft iets en die wil op een knop gaan drukken om een heel volk uit te moorden, dat ik net even wat sneller ben met mijn werpmes. Dat kan ik me voorstellen. Ik heb verder niks tegen die man, maar don't do that. Weet je wel? Don't kick that dog. Maar waarom niet? Ja, dat is zo functioneer ik. Weet je wel? Ik heb zo, en dat is dus niet verzonnen in een aantal situaties. Ja, greep die in en ja, oh, oké. Okay. Of vond ik dat niet leuk? Of zoiets, dat iemand, een vrouw stond lastig te vallen of een hond. En dan, ja, dan, pak mij dan, weet je wel, niet zo'n beestje. Nou, dat soort dingen. Ja. Ik kwam even in me op, bijvoorbeeld zo'n Osho, daarvan heb ik dan gehoord dat ik bijvoorbeeld smetvrees zou hebben gehad. Dat vind ik eigenlijk ook zo'n tegenstrijdig. Ja, maar dat zou je toch echt met Osho moeten bespreken. Maar dat is een ding, dan denk je van ja, dat zou ja, maar... Zeggen. Het leuke, weet je wat zo leuk is, hè? Als we al aannemen dat er werkelijk ooit maar 1, of laten we zeggen 10 mensen zogenaamd ontwaakt zijn, hè? Dat is een aanname, because you don't know. Maar laten we nou eens aannemen dat dat echt is. En je zet dat 10 op een rij, dan doet de ene rookt en de andere die leeft celibatair, de andere die neukt echt tot de vellen erbij liggen. En de volgende die eet heel gezond en de andere die zit de hele dag binnen sigaretten te roken met de tv aan en wil niemand zien. Weet je wel? Dus waarom is dat? Om ons te laten zien dat wij vasthouden aan allerlei Walt Disney verhaaltjes over hoe het zou zijn als en aan welke regels het moet voldoen. It doesn't. Weet je wel? Dus it doesn't make sense. En niet wat die gasten allemaal doen, of dames, die zogenaamd wakker zijn, maar jouw ideeën erover die sporen gewoon niet. Wat is verlichting? De afwezigheid van die ideeën. En daar kun je niks mee. Daarom is Advaita in pure vorm of verlichting aan zich totaal nutteloos. Mijn ik heeft er niks aan. Want vroeger wist ik heel veel. En dan kon ik zeggen, ja, dit is goed, en, dat moet niet. En, die vuile liberalen of die klote communisten... Weet je wel, en nou zit ik alleen maar zo van die... Ik weet het niet. Maar ik vond dat die wel iets grappigs zijn. Of zo, weet je wel. Of, oh, dat is een mooie sound. Dat vind ik dan belangrijker dan wereldvrede op dat moment. Als ik die sound hoor, dan is alles in vrede. Maar ja, niemand luistert. Miskend talent. Dus al die ideeën eruit. Het wijst ons alleen maar op van... Als je heel of licht of wijs of whatever bent, dan moet je niet of zou je niet...
En dan komt er een lijstje. Een of ander normatief. Meestal christelijk verantwoord geloofssysteem. Die arme Ramesh op zijn 86ste heeft hij ineens zin in seks. Hele toestand erover, iedereen boos. En willen ze zijn boeken niet meer uitgeven? Jezus, mina man. Give him a blowjob, whatever. Waar gaat het over, weet je wel? Nou, gaan we even koffie doen dan? Ik ga steeds slapper houden.